En alles wat onbewust goed gaat, gaat is makkelijker dan iets bewust goed doen. Je zei de eerste game is zoeken, vaak. Ja, nou, zeker tegen de verdediger is dat ook zo. Ja. De backspin die van een verdedigende bal afkomt is anders zeg maar, dan de backspin die je van een normale steekbal van aanvaller krijgt. Ja. Dus je moet even, en andersom ook, de verdediger moet over het algemeen eigenlijk nog meer wennen aan de openingen van de tegenstander. Ja, bij de dames ook, of bij Elena, dat een verdedigster altijd wel wat langer nodig heeft. Vindt zij ook een soort locomotief, weet je. Als die eenmaal op gang is, dan is het moeilijk om er doorheen te komen. Zijn ook meer, zijn ook vaak diesels, zeg maar. Ja. Dus als we eenmaal die... dus in principe moet je als verdediger ook altijd ook aanvallen, zeg maar. Maar vaak in het begin van de wedstrijd wordt er veel meer verdedigd om gewoon te zorgen dat die verdediging vast is. En dan vanuit die vaste verdediging kun je op een gegeven moment de aanval zoeken. Als Martijn dit soort fouten blijft maken, dan hoeven we over de vastheid van Jacob niet zo. Is dat geen kritisch punt in de wedstrijd? Nou, is het ook begin van de wedstrijd. Hij weet ook dat elke wedstrijd voor Smash een belangrijke is. Zeker. Victor, je zei net al, Victor moet 2 punten pakken. Ja, en dan moet een van die anderen moet er nog eentje bij pakken. Ja. En Michel heeft natuurlijk ook. Net verloren, makkelijk, relatief makkelijk. Martijn heeft misschien wel wat meer druk nu dan hij, als Michel lekker in de wedstrijd had gezeten. Ook misschien wel 3-2 verloren, maar dan heb je toch een ander gevoel. Ja, ook Martijn speelt nou in principe onder de druk van dat hij deze wedstrijd moet winnen. Om een reële kans op de overwinning te hebben. Aan de andere kant, straks komt natuurlijk Michel tegen Paderzak. Een wedstrijd bij 2-2 is altijd een wedstrijd op zich. Ja, en daar is Michel wel heel ervaren in. Daar is Michel, in ieder geval in het spelen van wedstrijden die erom gaan, zeg maar. Ja. En met het tempo, David speelde nog met wat meer variatie dan we bij Paderzak hebben gezien. Paderzak ging pas echt op het einde een beetje variëren, maar dat lag hem natuurlijk niet zo heel makkelijk. Maar goed, dat is straks, deze wedstrijd... Nou kunnen we even een beetje vooruitblikken hoe belangrijk deze wedstrijd is. Ja, voor Martijn zeker. Voor Martijn is deze wedstrijd belangrijk, omdat... En uiteraard van tevoren was ook wel Smash een beetje de underdog natuurlijk. Op de verso stond wel als favoriet. Maar niks is onmogelijk. Maar Martijn zit nog niet echt in de wedstrijd. Een paar slordige bal. Hij heeft nog weinig zekerheid in zijn opening. Terwijl daar wel als een kracht zit in die opening. Vaak goede harde of goede varieerde opening, veel spin. Ja, vooral eigenlijk kan goed met spin echt doorhalen, zeg maar. Ja. Maar goed, automatisch ook. Dus, hij maakt ook relatief veel fouten altijd. En dat is, kun je in principe tegen de verdediger niet veroorloven. Dus daar ligt deze wedstrijd de crux. Kan hij... met voldoende zekerheid door blijven halen. We zeiden net, een verdediger moet vaak een beetje ingespeeld worden, heeft lange tijd nodig, maar andersom, in deze situatie zou ook zomaar kunnen. Dat Martijn even moet wennen aan de trage ballen die hij krijgt, aan de andere hoeveelheid backspin. En dat hij gewoon eventjes, kijk, hier zie je dat, nu trekt hij de bal nog meer aan. Dat was bijna een verticale opening, even gechargeerd gezegd, van Martijn. En dan maakt hij het punt. Ja, er was niks mis met het punt vanuit Martijn gezien. Voor de wedstrijd is het sowieso mooi als Martijn voldoende tegenstand biedt. Ja. Even buiten de favoriete rol die Jacob heeft. Als het 3-0 wordt met 4-6-2, dan... Die cijfers. Nee, bij wijze van spreken, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Is het 3-0 met 11-9, 13-15 enzovoort, dan heb je toch een beetje het idee dat er een wedstrijd is geweest. Nee, maar tot nu toe is het dus nog niet, dus de wedstrijd moet nog beginnen, zeg maar. Ja, dan praat ik me een beetje vol. Ja. Nog veel fouten nog. Ja,
Jacob wilde er nog een wedstrijdje van maken, blijkbaar. Hij wil wat laten zien. Dan had hem de bal ook gewoon terug kunnen brengen. Dan had hij waarschijnlijk ook een punt. Nou ja, goed. Ja, in principe, als de verdediger gaat aanvallen, dan heeft hij dus voldoende vertrouwen in, zijn, in de vastheid van zijn verdediging. Dat hij dat al durft. En dat hij dat nu al... Ja, dat lepelballetje op het einde. Dat is spinloos bijna terugspelen. Dat is bij Martijn niet echt... Kijk, dit was goed. Die moet Martijn eerst zijn best doen. En dan geeft hij hem eigenlijk aan. Ja, Martijn heeft ook luidruchtig publiek achter zich. Dat kan hem ook nog een beetje in de wedstrijd helpen misschien als die... Ja, nu in ieder geval een paar goede punten achter elkaar. Ja. Het publiek voelt dat ook aan. Die hebben ook het idee van, hij komt nu een beetje in de wedstrijd. Cruciaal puntje voor deze game, denk ik. Ja, ik denk het ook. In principe was het toch een relatief makkelijke bal. Oh. Ja, Martijn van Tappen is een vechter. Je ziet ook in beeld dat hij een vuistje maakt. Hij heeft een randje. Wel een type winnaar wat dat betreft. Het hoeft bij hem niet per se heel mooi. Nou, hij had ook een mazzelbal tegen. Dus dat nee, dat klopt. Het is ook niet onverdiend, het punt. Ja. Dus, maar wordt in tafel, dat is natuurlijk vaak als onsportief gezien dit. En dat vind ik nu wel meevallen. Zo bedoel ik het eigenlijk. En hij kan zich altijd lekker in de wedstrijd vastbijten. In dit soort wedstrijden. Ja, laten we het hopen dat hij er ook echt een wedstrijd van kan maken. Ja, hij speelt in ieder geval het laatste deel van deze game. Ja, is iets beter. Wat beter. Meer vertrouwen, service gelijk spelen in plaats van zo'n twee keer terugleggen of voorzichtig. Ja, dat was een goede bal. Voor hem is het ook lekker. Harde service en daarna een harde opening op midden. Ja. Dat blijft voor een verdediger lastig als je dat. Er gebeurde wat. Ik kreeg zelf niet goed mee wat er gebeurde, maar Martijn was even. Je ziet dat hij echt doorslaat en gewoon hij durft te spelen. Mooi. Mooi om het publiek te zien achterop. Ja, goed punt. Maar ik moet wel zeggen dat de kwaliteit van de verdediging van Jacob op dit moment nog niet goed genoeg is. Daar profiteert nu Martijn goed van. Maar Jacob nam mooi over, maar reken er even niet op dat hij hem heel snel weer terugkrijgt. Maar als hij die op wisselpunt speelt, die overname, dan is het denk ik een punt. Maar je speelt hem nu eigenlijk recht in zijn bed. Lange service bij verdedigers is over het algemeen moet hij wel heel goed zijn. Ja, dit was wel heel goed geanticipeerd van Jacob. Ik snapte Martijn dat hij op deze stand een harde service op backhand speelt. Want dan krijg je in principe makkelijker, als hij gaat verdedigen, relatief makkelijke verdedigende bal terug. Ja. Maar Jacob durfde om te lopen. Nou, game point tegen is dat
goede keuze. Oeh, maar die was nog goed. In ieder geval denk Martijn dat. Oh, de scheidsrechter vindt het ook. Het publiek is ook enthousiast over deze, deze bal. Die zijn misschien nog wel blijer dan Martijn zelf. We zagen iemand in het publiek een VAR aanvragen, maar dat hoeft niet. De spelers zijn wij eigenlijk, hè? Ja, ja. De spelers waren het er over met elkaar over eens dat het punt van Martijn was. Ja, goed gedaan, maar je anticipeert ook. Ja. Deze bal wou hij eigenlijk gewoon een knal geven, of in ieder geval aanvallend spelen. Kon dat eigenlijk niet en legt hem zo goed weg. Knap gedaan. Ja, goed omgedraaid de game door Martijn. En wat verwacht je nu van Jacob? Denk je dat hij nu meer gaat aanvallen deze game? Of dat hij nog wel op zijn verdediging blijft leunen en misschien meer backspin gaat spelen? Ik verwacht dat hij eerst nog die kwaliteit van zijn verdediging beter moet krijgen. Want dat, kijk, ook deze overname, zeg maar, dus niet die laatste fout, maar die bal daarvoor. Ja. Deze is te kort. Een andere bal die we zagen. En dit, het punt dat we nu zagen, daar is die backhand verdediging gewoon te makkelijk. Te kort en te hoog. Dit soort ballen, goed, er zijn hele goede punten. Daar hoef je, die hou je altijd. Die zijn voor degene die het hele goede punt, in principe een hele goede punt speelt. Maar al die andere punten die dicht bij elkaar zitten, daar moet je zorgen dat, zeker als verdediger, dat de kwaliteit van je acties goed genoeg is. En dat je daarmee in dit geval Martijn onder druk kunt zetten. Het begin ging eigenlijk te makkelijk voor Jacob, dat hij dacht van als ik de bal rustig terug blijf spelen, af en toe een balletje aanval, dan win ik hem. Maar Martijn ging duidelijk beter spelen. Ja. En daar kon Jacob in ieder geval niet mee omgaan nog. Ja, misschien was het ook wel Martijn zijn voordeel dat het heel snel ging, dat de druk een beetje eraf was. Van, dik achter deze game, of dik, maar er was een vrij snelle voorsprong. Dat hij gelijk wat meer ontspannen kon spelen en dat daardoor eigenlijk ging lopen. Ja. Maar goed, ik ben benieuwd, want dus Jacob zal gewoon de kwaliteit van zijn verdedigende ballen omhoog moeten brengen om op die manier de druk weer op Martijn te leggen. Ja, dat is ook, dat was inderdaad de eerste 5, 6, 7 punten, was dat over het algemeen goed. Ja, voor mij stond het 8-3 of zo, of 8-4. Ja. Nou, Martijn maakte natuurlijk zelf toen ook nog wel wat fouten. Ja, daar waren met name fouten van, dus het ging, er waren niet eens echt goede punten nog van Jacob, er waren gewoon fouten van Martijn. Ja. En nu zie je ook, als hij niet kan verdedigen, dan gaat hij teruglepen. Ja, nou goed, dat doet hij bijna altijd. Hij verdedigt heel weinig met voorhand en met de voorhand speelt hij. Maar als hij goed is, dan kan hij die bal goed diep terugspelen. Zeg maar. Ja. En nou zijn die ballen vaak te kort. Ja, voor Martijn zijn die lepelballen natuurlijk lekker. Als ze goed achter op tafel zijn, zijn dat lastige ballen. En dat kan Jacob vaak heel goed, maar nu nog niet. En nu speelt hij goed backspin laag. Wel nog knap geprobeerd. Als de bal goed valt, dan is het wel een heel mooi punt. Ja, dit was een mooie bal en hier probeert hij er nog alles uit te halen. In een positie die toch lastig is. Ja. Was in ieder geval geen twijfel. Ja, goed gedaan. Ja, Jacob wil de service eerste bal spelen en... Dat zag Martijn goed en speelde de bal heel scherp op voorhand. Bijzonder voor een verdediger. Maar het kan wel, maar... Goede verdedigers bij de heren doen het bijna altijd. Ja, het zit niet in de natuur meestal. Ja, nou, dit is typisch... hij raakt het ruitje nog, biedt zijn excuses netjes aan, maar... Dit is wel een typische Martijn de Vriesbal, vond ik. Nou, dat was niet zoveel missen met een punt. Nou ja, misschien schampte hij het net of zo. Ja. Maar de man is ook niet gehad, denk ik. Knap punt. Nou, het is nu een wedstrijd. De kwaliteit van de verdediging van Jacob is iets omhoog gegaan. Ja. Hij zal nou weer wat meer durven aanvallen, denk ik. Misschien moet hij ook wel. Ja, dan moet hij ook. Dus Martijn bij tafel kan wachten tot hij een lekkere bal krijgt.
kwaliteit hoger of Martijn zijn inschatting niet helemaal goed? Ja, allebei. Combinatie is ook nog mogelijk. Er zat echt een veel backspin in, dus de kwaliteit was goed. En dat werd onderschat door Martijn. Nou, hij liep om. Ja. Het leek alsof hij nog volledig in de rally zat, maar die bal daarna die... Ja, dat was een hele goede blokbal van Martijn, want volgens mij opende hij hem wel redelijk op midden. Maar als je dan de bal blokt, dan krijg je automatisch een soort backspin blok. Maar was het, dat was niet echt een bewustje, leek het. Dat was een halve reflex. Of een hele misschien wel. Ja, dat goed. De meeste sportacties zijn onbewust. Ja, dat is ook waar. Dat doet hij nu goed. Hij dwingt Jacob diep in de backhand dat hij ruimte krijgt en tijd. Ja, goede spin op wisselpunt. Dat is heel lastig om daar die bal goed te controleren. Dus, ja, en dan komt de bal iets korter en gelijk. Nou, hij doet even wat anders, vanuit de andere positie serveren. En ik had niet het idee dat hij daar heel veel voordeel mee had, maar hij maakt toch een punt. Jacob. Het leek alsof hij heel laat besloot om over te nemen. In de herhaling lijkt dat in ieder geval zo. Ja, de herhaling is altijd later. Nee, ja, met de ballen en positie ten opzichte van de persoon. Dat is natuurlijk hetzelfde. Maar het leek alsof hij heel laat besloot en ik ga hem toch overnemen. Ja, met de keuze was op zich natuurlijk wel mis de uitvoering. En nou komt het er inderdaad wel op aan. Hij moet gaan aanvallen om Martijn onder druk te zetten. Dus met alleen verdedigen redt hij het niet. Want Martijn is nu redelijk vast geworden in zijn... Gewoon slecht. Ja. Ja. Het leek ook of hij niet verwachtte dat Martijn hem gewoon kort kon leggen. Maar ja, als je die bal zelf niet heel lang achter op tafel speelt. Ja, in principe is dat wat je wilt als verdediger. Dat de tegenstander de bal kort legt. Dan kun jij zowel in plaatsing als in agressiviteit zeg maar weer het initiatief overnemen. Nee, dit is... Nou, het spel wat jij voorspelde, van nou, dit is nodig om de wedstrijd te winnen, dat lijkt nu redelijk te lopen bij Martijn. Ja. Hij is er zelf ook niet meer heel verbaasd over. Er is een paar punten dat hij in zijn spel kwam, zag je nog van, hé, het komt. Hij speelt zijn openingen nou kwalitatief, zowel qua tempo spin als of snelheid spin als qua plaatsing heel goed. Ja, serve de eerste bal van Jacob. Hij gaat nou weer vanaf de andere positie serveren, waar je net zei dat het lastig was. Ja, op zich haalt hij daar helemaal niet zoveel voordeel uit, maar haalde wel een punt. Ja, weer twee punten, dus hij is weer een beetje terug in de game. Ja. Maar hij moet deze ook nog maken, denk ik. Ja, dit volgende punt moet hij ook nog wel maken, anders wordt het... Hij moet nou gewoon echt goede ontvangsten spelen, dus met veel backspin. Wat zou je doen als Martijn? Diep in de backhand weer zoals daarnet? Achteraf was dat misschien beter, maar het komt natuurlijk niet meer. Ja, de basis is gewoon een opening op midden. Ja. Dit was eigenlijk te makkelijk. Precies in de slagzone. Ja, hij kon gelijk overnemen. Ja, time-out van Smashkant. Dus drie punten achter elkaar van Jacob. 9-5, 9-8. Ja, natuurlijk cruciaal nu. Als Martijn 2-0 voorkomt, dan is het redelijk... Is nog niet gebeurd. Maar dan speel je wel heel lekker door. Ja, dan kun je nog een paar foutjes maken. Ja. Ja, als Jacob die game toch nog wint, dan is het weer volledig open. Dus ja. Ik denk zelfs een beetje in het voordeel van Jacob. Maar goed, Martijn speelde natuurlijk het einde van de eerste game ineens veel beter. Ja, tot 9-5 was 9-5 in de tweede game. Dus vanaf 8-4 eerste game voor Jacob na
gamewinst voor Martijn en 8-4 voor, of 9-5 voor Martijn. En de tweede was het helemaal bij Martijn. Ja. En nu 3 punten waarin Jacob gewoon goede dingen doet met de overtuiging. Ja, durft hij dat nou nog een paar keer? In principe moet hij wel. Ja, oké. Okay, maar na zo'n time-out kun je ook één keer gewoon de bal weer heel strak verdedigen. Ja. En kijken of Martijn daar doorheen kan. Benieuwd naar de service nu van Martijn. Wat doet hij? En durft hij dan de eerste bal met kwaliteit om midden te spelen? De service is verder prima. Ja. Ja, dat is dus heel angstig gespeeld door Jacob, die laatste bal. En Martijn speelde ook niet vol overtuiding, maar wel... Ja, maar daar was het lastig, zeg maar. Het was goed gevarieerd. Ja, hij was ook wat meer naar het lichaam van... Beetje, ja, die eerste was... Die bal daarvoor die hij om zijn oren kreeg was echt in het bed bijna. En deze kwam wat meer... Jacob moest wel bewegen om die bal goed te kunnen raken. De sirene is gewoon ook af. Is dat altijd bij Gamepoint of bij Hattem? Op zich best een goed idee van Martijn om hem even naar tafel te krijgen, maar hij was gewoon snel genoeg erbij. De kwaliteit was natuurlijk niet heel hoog. Nee, dit, ja goed. Martijn heeft nog een kans. Ik denk dat hij door had moeten gaan naar die eerste opening. Ja, deze had Martijn de vorige twee keer, de laatste keer in het net gespeeld. Nu kies hij voor de opening, op zich goed. Wel 10-10. Spel van Martijn. Ja, goed punt van Martijn. Ja. Alles wat hij deed, dit punt was met overtuiging. Hij speelde wel een wekker nu, hè, die service. Ja. Een opening weer op midden, net als de vorige keer, maar in plaats daarvan gaf hij geen knal. Ik ga ervan uit dat Jacob nou weer die bal uit voorhand hoek serveert. Hij is even bij die hoek gaan staan, even denken van je krijgt dit en dan toch iets anders krijgen. Dus heeft hij nu 3 punten achter elkaar meegemaakt. Misschien kon het wel, maar... Ja, het kon wel. De bal was kort genoeg en hoog genoeg. Ja. Misschien liep hij niet helemaal... Er zat wel wat weg, maar hij was gewoon technisch niet goed uitgevoerd. Nee. Mooi, spannende game met redelijk tot goed tafeltennis. Een hele cruciale game ook. Ja, ook goed dat hij nu de rust bewaart, hè, Martijn. Dat hij niet weer die knal wil geven, maar gewoon even... Ik wil zeggen dat nu drie servicepunten van Martijn achter elkaar. Jacob onvoldoende kwaliteit in zijn... niet echt voor het initiatief gaat. Gaat hij weer deze service doen? Ja, dat is logisch. Dat blijft hij wel doen totdat hij... Goeie bal van Volwaski. Ja. Hij moest ook wel die bal vliegen, want hij stond volgens mij niet heel lekker. Deze? Ah, altijd genoeg. Dat wel, maar hij bewoog de andere kant. Hij moest, hij moest wel een beetje... Mooi. Nou goed, het gaat er nu weer om... het gaat er nu om, durft Jacob echt kwaliteit te spelen. Hij heeft nu een paar keer op service van Martijn alleen maar teruggespeeld. En hij moet veel meer doen dan alleen maar terugspelen. En eigenlijk was het alleen de eerste helft van de eerste game het geval dat Martijn daar veel fout op maakte. Daarna heeft Martijn daar niet veel fout op gemaakt. Dus je zou zeggen dat hij dan echt wat moet doen. Dit is met één poging om dat kan. Niet slecht. Ja. Zal weer vanuit het voorhand gaan serveren, denk ik. Dan gaat hij niet veranderen totdat het... Totdat het een keer fout gaat. Maar ja, als het nu fout gaat... Dan is de game ook afgelopen. Als hij deze game wint, zal hij de volgende game weer wat gaan variëren met servers. Maar nu blijft hij deze server wel spelen. Totdat,
goed gedaan. Ja. Goede kwaliteit gespeeld zonder heel veel risico, zeg maar. Volwaski kon en deed er niks mee. Bij de service zag je ook, hij ging voor die service vanaf voor en zo van, nou daar heb ik nog niks fout mee gedaan, of dat gaat goed. Maar toen hij die bal redelijk strak terugkreeg, zag je eigenlijk zo van, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Hij had niet echt nagedacht over wat er daarna ging gebeuren, leek het wel. Bij die service. Het leek net alsof hij dacht van, nou die service doe ik en dan heb ik het initiatief en dan... Maar dat was niet. Knap gedaan van Martijn. Ja. Dat Jacob nu echt wel wat meer zelf moet gaan doen. Zelf, buiten de kwaliteit van zijn verdedigingen, dat lukt blijkbaar niet genoeg. Misschien ook zelf voor een topspin spelen. Ja, op zich is het altijd moeilijk om op de service van een aanvaller het initiatief aanvallend te krijgen, zeg maar, voor een verdediger. Dus ja. daar zal hij wel op de kwaliteit van zijn verdediging moeten. Dus goed agressief vangen. Met agressief bedoel ik scherp dat Martijn niet dwingend kan openen. Ja. En op zijn eigen service, en daar heeft hij op zich al redelijk goed gedaan, de tweede helft van deze game, zal hij inderdaad veel service, eerste bal, dus zelf een als hij enigszins de kans krijgt, een actieve bal naast zijn service moeten spelen. Maar ook overnemen, bijvoorbeeld naast een ontvangst op Martijn's service, misschien eerst zelf proberen een bal op Martijn's lichaam te spinnen, want Martijn is heel goed bij de hoeken. Hij beweegt trouwens vandaag wel redelijk goed, maar Martijn is niet iemand die heel snel... Maar dat is voor een verdediger natuurlijk altijd wat lastiger om hem daar op te pakken, zeg maar. Omdat je krijgt tegen de weg altijd meer tijd, dus dat... Beetje aftasten hier. Martijn straalt wel uit dat hij deze gaat winnen. Tenminste, hij heeft zelf volgens mij nu wel de overtuiging van... Zonder nonchalant. Hij speelt hier gewoon echt goede ballen. Ja, heel beheerst. Maar wel met druk. Ja. Knap. Er waren ook tijden dat Martijn natuurlijk kopman van Martijn was. Of nummer 2. En nu is hij eigenlijk de nummer 3. Dus een groot verschil in kwaliteit als team. Het is natuurlijk lekker om Martijn op 3 te hebben. Ja, goeie bal. Martijn straalt nu ook rust uit, die Victor Bron net ook uitstraalde. Ja. We zullen meer spelers hebben bij 2-0 voor natuurlijk. Ja goed, hij krijgt tijd en hij benut die tijd ook goed om... Ja. Maakt goede keuzes vaak. Dan moest hij eerst de bal aan moest gaan. Ja. Voor mij ook voor het eerst, in ieder geval een tijd dat hij die backhand service niet heeft, die niet, de tijd niet gespeeld, zeg maar. Ja, hij betaalt wel uit. Ja. Kan hij nog 6 keer doen? Ja, nou, dat weet ik niet. Hij zal de bal niet van weer doen. Net als hij, het is nog niet het 9-9, het laatste punt is. Jacob wil. Nam de initiatief. Een opening van Martijn die niet heel veel druk gaf. Maar druk, ja, wel voldoende was uiteraard. Maar hij moest het proberen.
Maar je ziet ook dat als hij meer dan 3-4 ballen terugverdedigt, dat hij dan, dan wel een punt kan maken. Ja, deze bal was eigenlijk een beetje een goochelbal, zeg maar, met zij topspin teruggespeeld. Ja. Dit zijn dure puntjes, die zijn eigenlijk te makkelijk om zo te missen, zeg maar. Een gratis puntje dat Jacob nou krijgt. Ja. Ja, ze vierde wel iets anders, maar het was ook niet heel schokkend volgens mij. Hij gaat nu echt wel service eerste bal van die man spelen. Ja, Martijn stond natuurlijk klaar om elke keer te openen of het initiatief te nemen. Hij moet wel aanvallend te spelen. En nu moet hij ook klaarstaan om of overnemen of een bal een keertje blokken. Nu toch had hij vaak tijd om te kiezen wat hij deed. Ja, goeie service. Ja, ik vond de kwaliteit in de aanvallende ballen van Jacob de laatste paar ballen misschien wel beter dan in zijn verdedigende ballen. Was zeker een goede mogelijkheid om het te doen. Maar... overtuiging. Op zich was de keuze niet zo heel gek, maar... Ja, hij had ook niks anders kunnen doen natuurlijk dan die bal actief nemen. Maar ja, als je het dan doet, doe het dan met overtuiging. Toch? Ja, Martijn maakt wel natuurlijk foutjes. De laatste 5, 6, 7 punten. Dat hoeft niet heel veel te doen nu. Jacob daar misschien wel meer uit had kunnen halen nog. Het is niet heel verrassend dat een aanvaller de bal teruglegt na een kapbal. Dat kan. Misschien bij mensen die goed tegen verdediging spelen doen dat zo min mogelijk. Nou, als hij in de derde positie staat, dan moet hij toch wel verdomd snel zijn om zo'n kort balletje nog met kwaliteit te spelen. Ja, dat is altijd. Nee, het gaat me niet om het halen bij zo'n korte bal, maar wel dat je voor achter bewegen. Ja, maar kijk, in principe... daarna krijg je waarschijnlijk weer een harde bal tegen, moet je weer naar achter. Ja, die zijn veel moeilijker. Naar de bal toe is nog wel te doen, maar naar de bal. Ja, maar over het algemeen, kijk, heel af en toe gebeurt het wel. Maar in principe zal iemand die goed tegen verdediging kan spelen, die gaat gewoon door met spin spelen, omdat de verdediger dan kan hem maar op een beperkt stukje van de tafel terugspelen. Je weet bijna altijd ongeveer waar die komt. Ja. En je kunt gewoon de scorende bal uitzoeken. Op het moment dat je hem kort legt, dan wordt je eigen tafelhelft een stuk groter. En je geeft kunnen scherpe hoeken maken. Ja, je kunt scherpe hoeken maken. En je geeft de verdediger de kans om echt actief te worden. Ja. En dan worden ze ook echt, omdat er dan die voorwaartse snelheid in zit. Dus de verdediger komt van achter, komt met veel snelheid naar voren. Dan zijn in principe de lekkerste ballen voor een verdediger om een punt te maken. En als je dat... Ja. Behalve dat het je wellicht een punt oplevert, levert je er ook nog eens een keer een heerlijk gevoel op als verdediger dat je zo'n punt maakt. Ja. Nou.
goed gedaan met elkaar. Ja, twee hele belangrijke punten op de service van Jacob. Ja, nou binnenhengelen zou je zeggen. Op eigen service zou dat niet kunnen, ja. Goed, deze game is hier niet zo, nu zou ik zeggen, het laatste deel niet zo heel stabiel. Dus niet hele hoge kwaliteit. Deze laatste bal trouwens weer wel, maar hij stond niet voor niks 9-6 achter net. Relatief eenvoudige punten ja. Voor Jacob. Ja, de wedstrijd is het is een wedstrijd nu. Ja. Ja, Martijn had toch een beetje een dipje in deze game, waar hij even de kwaliteit van zijn spel beetje inzakt. Ja. Hij maakte op zich van 9-6 en 9-9 een paar hele goede punten. Ja. Maar goed, kan dat niet doorzetten. Over het algemeen wordt de winnaar niet in de grote punten gemaakt, maar in de kleine punten. En de kleine punten waren nu eerder in het voordeel van Jacob dan van Martijn, deze game. Ja, Martijn had voor mijn gevoel ook wel wat meer onnodige fouten dan bijvoorbeeld de tweede game. Ja, deze game was hij dat in het begin en nu had hij ook precies, een paar... Nu op zich, Jacob heeft deze game nog niet echt goed gespeeld, vind ik. Nee. Maar krijgt hij natuurlijk wel wat vertrouwen van. En als hij dat ook nog weet te koppelen aan goed spel, dan... Dat zag je ook als een uiting, hè? Op het einde. Echt blij dat hij die game nog pakt. Even buiten het resultaat, maar ook gewoon dat je nog meedoet. Ja. Eens kijken of Martijn weer op kan staan. Kwaliteit kan spelen van de tweede game. Ja, of Jacob, voor Martijn gaat het erom om die kleine foutjes te elimineren, zeg maar. Of in ieder geval minder kleine foutjes te maken. Voor Jacob moet gewoon een niveau omhoog. En die, kan die ook wel, toch? Ja, dat kan die zeker. Maar, maar Martijn leek het ook op het einde, even buiten die drie punten, dat sprintje wat hij nog had. Niet gelaten, maar alsof hij... Maar niet, misschien wel een beetje te veel vertrouwen had in dat het nog wel goed zou komen. Zo leek het in ieder geval. Zo kwam een beetje op mij over. Nou, het lukt me. En de focus die hij bijvoorbeeld had in de tweede game en ook in het begin van de derde. De beleving, misschien is dat beter. Ja, dat was misschien ook wel zoiets van, ik kan nou de wedstrijd binnenhalen. Ja, en de druk een beetje. En die druk van... Dan moet ik geen stomme fouten maken. Daardoor, dat leverde eigenlijk een soort een beetje apathisch spel op. Ja. Als je denkt dat je geen fouten maakt, dan goed, is de kans groot dat je dat dus wel gaat doen. Ja, ik weet toch niet hoe de beleving bij beide is. Maar, Martijn is natuurlijk een jongen van Smash gehad. Hij heeft daar veel gespeeld, lang gespeeld ook. En nu weer. Hij heeft het cool-postje bij West Ham gespeeld. Jacob is natuurlijk een speler die uit het buitenland gehaald is om dit soort wedstrijden te spelen. Ja, dus zou die meer binding met de club hebben, heeft Martijn? Ja, Martijn heeft natuurlijk zeker meer binding met de club waar hij begonnen is als jongetje van, weet ik veel, 9 of zo. Jacob speelde wel al een tijdje bij Taversum, is er zeker niet begonnen. Nee. Het is wel vandaag de in ieder geval voorlopig laatste kans van Jacob om zijn club een landskampioenschap te bezorgen. Dus hij speelt vandaag zijn laatste wedstrijd voor Taverso. Dat brengt ook een bepaalde druk met zich mee natuurlijk. Maar ook voor zichzelf. Of je nou een landskampioen wordt. Als je, dat is altijd lekker om je wil afscheid nemen. Ja, maar goed, hij heeft al een paar, op twee denk ik... Eén of twee bij op zijn visitekaartje staan, zeg maar. Op zijn palmarès staan bij Taverso.
Maar je wilt ook heel graag je natuurlijk afscheid nemen met een kampioenschap. Maar goed, als je daar vandaag zelf een bijdrage aan wil leveren, dan moet hij beter spelen dan hij nu doet. Ja. Martijn neemt toch weer de voorsprong nu. En Jacob is duidelijk ontevreden. Nou, hij speelt gewoon toch een beetje naar de bank. Nou, hij speelt gewoon niet goed. Dat, Nee, maar ja, dat kan gebeuren. Ja, ja, over het algemeen helpt zeuren daar niet bij. Maar... Nee. Ah. Ja, dan zie je kamikaze, maar wel... Back in service en dan risico. Eerste bal heel goed op midden gespeeld. Maar goed, hij wil natuurlijk ook met zijn verdedigende acties af en toe echt fouten afdwingen bij Martijn. En dat, ja. Martijn maakt af en toe wel fouten, maar dat zijn eerder slordigheidsfouten dan afgedwongen fouten. Ja. Sprongetje maken als hij zijn eigen service goed houdt. De time-outs zijn op voor Tavares voor deze wedstrijd. Ja, er heeft niemand meer een time-out. Nee, maar als je voor staat heb je die in principe niet zo heel hard nodig. Ik denk even vanuit Jacob van ja, weet je, je kan het niet meer doorbreken door nog een time-out te nemen. Hij moet gewoon beter gaan spelen. Ja, dat is makkelijker gezegd door ons dan door hem gedaan, denk ik. Ik weet niet of die sowieso teruggekomen was, die laatste knal van Martijn, maar hij raakt het randje nog. Even kijken hoe goed Jacob mentaal is nu. Ja, de vorige game had hij op een gegeven moment ook dat het publiek een beetje klapte op een mazzelbal, om het zo te noemen, van Martijn. Ja. En toen reageerde hij daar een klein beetje op, maar toen maakte hij daarna wel een paar... Een stuk of 2-3 punten daarachter. Daar, ja, nu in ieder geval 1. Nu in ieder geval 1, dus... Gelijk aanvallend ook. Ja. Nou ja, dat zal hij wel blijven doen op zijn, blijven willen doen op zijn eigen service. Moet ook wel. Ja. Wel jammer, het was goede service, maar Martijn, dat was half lang, maar Martijn kan hem toch nog op tafel spelen. Ja, hij doet er zelf daarna niks mee. Nee, dus service, maar misschien, maar ja. Het was niet. Ik had het idee van nou, die service is goed. Martijn kan daar niet volop doorhalen, dus je hebt een kans om wat te doen. Hij legt hem aan, hij brengt hem gewoon terug. Jezus. Het lijkt Jacob ook wel een beetje te storen. Net ook nadat hij die derde game won. Ook nog eventjes naar het publiek. Goede bal van Martijn, maar ja, Jacob is gewoon niet goed meer. Nee. De bal van Martijn was best nonchalant, maar ontspannen geslagen. Net mis. Matchpoint.
Zijn naam wordt nu al gezongen, hij moet de game nog wel winnen. Dus. En gezien het spelverloop is dat ook helemaal niet gek dat dat gebeurt. Het publiek loopt vast voor op de uitslag, geloof ik. Zelfs als hij die punt maakt, zijn eigen servicebeurten lopen ook niet zo goed dat hij kan zeggen van nou ik ben op service, ik heb mijn eigen service nu, 18. Ik kom nog terug op 10-10, dat is dus zeker geen zekerheidje. Alhoewel Martijn nu ook even... Nou ja, goed, ja, dit is, dan heb je een beetje op hetzelfde punt als iets eerder van dat Martijn nu de overwinning heel duidelijk ruikt. Ja, en dan eigenlijk een beetje verlamd lijkt te raken. Ja, een beetje verlamd of in ieder geval... van schrikt, zeg maar. Ja, en misschien heeft hij die druk op eigen service meer dan op de service van Voorwarski. Dat kan. Ja, dat weet ik niet. Dat hij nu eens kijken. Voorwarski moet. Jacob. Ja. Ja, goede overwinning van Martijn.